Mijn naam is Evra en ik ben super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video heb ik vandaag een hele handige gadget voor jullie en die zal de duidelijk zwaaien, namelijk een elektrische tandenborstel. Ik ben heel benieuwd hoe die werkt en wat er precies in zit. Dus ik zou zeker zeggen, doe vast je duimpje op als je ook zin hebt. En laten we voor de 2000 likes gaan, dat kunnen jullie wel. Dan gaan wij gelijk beginnen met deze video. Ja, in deze video dus deze elektrische tandenborstel van Oral-B. En dat het precies zijn, is het de Pro 2 2000S van Braun. Hele mond vol. Nou, als we naar de verpakking kijken, mooie verpakking. Het is een zwarte tandenborstel, althans die heb ik wel besteld. Ziet erop staan dat hij in 2 minuten tijd poetst. Nou ja, dat is meestal. Dus ik denk dat hij aangeeft bedoeld en dat hij een lekkere lange batterij heeft. Kunnen we aan de zijkant ook zien. Het is een lithium batterij waar je wel 2 weken mee kunt poetsen. Dus dat is vrij lang natuurlijk. Hij heeft een timer, 2 minuten, dat je zeker weet dat je overkomt. En ja, hij draait rond om schoon te maken. Oké. Dan zei ik altijd, staan er nog wat dingetjes, et cetera, et cetera. Een hele handige tandenborstel, denk ik. We gaan gelijk unboxen bedoel ik. Kijk naar de bovenkant natuurlijk. En als eerste zien we de verpakking van het piepschuim erin zitten. Dit is de verpakking. Met aan de linkerzijde van ons al natuurlijk de tandenborstel, als je eruit wil. Auw, mijn vinger. De tandenborstel. Er zit een opzetstukje bij. En vervolgens aan de andere kant vinden we ook nog, ik denk de oplaadkabel, ja zeker. Het oplaadstation met de oplaadkabel. Even kijken hoe lang de kabel is. Jullie weten natuurlijk, ik hou van lange oplaadkabels. En het is een kabel, oh, valt op zich wel mee, een meteltje. Maar ik denk dat het van badkamers genoeg is, want meestal toch een stopcontact in de buurt. Nou, je kunt het natuurlijk inzetten, laat hij vanzelf op, dat lijkt me logisch. Daarbij zit aan de onderzijde van ons zit nog een boekje. Nou, jullie kennen het natuurlijk. En er zit nog een boekje met het garantie. Nou, die zal ik maar in dit geval wel een keer gaan bewaren, voor zekerheid. En daarbij zien we ook de verschillende opzetborsteltjes die je hierop kunt gaan zetten. Nou, er zit een opzetborstel erbij. Dus denk ik gewoon een normaal opzetborsteltje. We gaan hem even testen. Zo. Ja, het is gewoon een normaal opzetborsteltje. Vervolgens zit er een knop aan dat we hem kunnen aanzetten. Je ziet hier een batterijindicatie volgens mij. En uiteindelijk ook een oplaadsysteem dat je hem dus moet gaan opladen. Of dat hij aan het opladen is, denk ik. En er zit hier een rode strip bij. En als het goed is, als je hem te ver naar achter buigt, dus te hard drukt, gaat hij automatisch de snelheid aanpassen. Dus langzamer gaat poetsen, waardoor je tandvlees niet kunt gaan beschadigen. Nou, dan even testen. Ik zet hem even aan. Kijken of hij herrie maakt. Hij maakt best wel wat herrie en hij maakt zelfs meer herrie als mijn eigen tandenborstel, dus dat vind ik wel een beetje jammer. Even kijken hoe goed dat de rode strip werkt. Nou, dat werkt dus redelijk goed. Maar als je hem indrukt, zal hij zo langzamer gaan en als je hem loslaat, gaat hij weer sneller. Wat ik wel merk, als je hem wilt uitzetten, dat je 2 keer op de knop moet drukken. Hoor maar. 1 keer. Als je 1 keer op de knop drukt, gaat hij langzamer en met de 2e keer gaat hij pas uit. Beetje vreemd, dan misschien hoort het. Als het goed zie je dan ook een batterijgedeelte als hij dus dadelijk rood wordt, dat de batterij opgeladen moet worden. Ja, wie denkt wel. Ja, eigenlijk, ja, wat moet ik er meer over zeggen, een best wel handige tandenborstel. Wat ik wel merk is dat hij vrij goedkoop aanvoelt. Hij voelt vrij plasticachtig aan. Ik moet zeggen, ik heb hem in de AB niet gekocht op dit moment ook. Volgens mij heb ik hem voor iets van 50 euro gekocht, dacht ik. En hij stond aangeprijsd voor 100 euro, dus ik heb een flinke korting opgekregen. Maar ja, ik zou wel zeggen, hij voelt redelijk goedkoop ook aan. Dus ja, is het tandenborstel waarvan ik denk van, goh, het is kwaliteit? Ja, dat weet ik niet precies. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ook vinden van deze tandenborstel, als je hem zelf toevallig hebt. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie van deze tandenborstel vinden, als je hem zelf hebt. En ik heb de zwarte versie besteld, maar is dus ook een roze versie besteld, voor als je dat fijn vindt natuurlijk. Nou, ik ga even wat tandpasta halen en dan ga ik gewoon even voor camera mijn tanden poetsen. En ga kijken hoe ik het precies vind werken. Kom zo terug. Ja, ik ben weer terug en als vergelijking heb ik even mijn oude tandenborstel meegenomen. Oké, hij is ontzettend ranzig, daar moet ik wel bij zeggen. Hij is ook niet voor niks kapot. Dit is even het geluid van de oude tandenborstel. En dit is van de nieuwe tandenborstel. Naar mijn gevoel beweegt hij veel harder en draait ook harder rond. En daardoor maakt hij dus misschien meer geluid. Kan aan mij liggen, maar zo voelt het. Wat ik al zei, ik vind deze gewoon fijner aanvoelen, de oude, want hij zo'n rubberen strip had. Ja, misschien vind ik dat gewoon persoonlijk fijn. Dat weet ik niet zeker. Oké, we gaan even tandpasta opdoen. En dan ga ik gewoon even mijn tanden poetsen. Wel wel vreemd trouwens om je tanden te gaan poetsen voor camera. Maar ja, het is niet anders. Het hoort bij de video bij.
Oké, ik kom zo bij jou terug. Die praat een beetje onhandig. Oké, daar ben ik weer. Ik heb even mijn mond gespoeld en tandpasta weggehaald. Wat ik van vind, ik vind hem ontzettend fijn werken. En wat ik wel merk, is dat dus onverwachts dus vaak te hard druk. Want je zag wel een aantal keer dat ik aan het poetsen was, dat hij op rood ging. Dus een hele goede dat je voor jezelf weet dat hij dus een rood lampje geeft als je hard poetst. En ondanks dat er geen spiegel is voor mij, hier natuurlijk alleen een cameralens waar ik een klein beetje in kan kijken, zag ik wel heel duidelijk in mijn ooghoek dat hij op rood ging. Dus dat vond ik heel erg fijn. Kortom, ik denk een hele fijne tandenborstel. Ik ga hem natuurlijk voor de komende tijd gewoon gebruiken. En als je nou meer informatie wilt, kijk even in de videobeschrijving. Daar staat wel meer informatie. Of stel de vraag gerust die onderaan de reacties. Ik zou nog één ding zeggen. En als het natuurlijk op z'n Brabants. Houdoe!